Als we aan sport denken, dan denken we al snel in termen van de sterke en de zwakke. Je ziet dat eigenlijk in alle sportgeledingen terug. Als we kijken naar het Nederlands elftal, dan zien we daar de grote jongens, de sterke mannen. Een Arjen Robben, een Robin van Persie, Dirk Kuyt, die hebben het gemaakt. Maar goed, er zijn ook die andere mannen. De nummer 16, 17, 18 en 19. Die week in, week uit meetraint. Die eigenlijk niet in beeld is. Voor God is er gelukkig geen verschil. Voor God is iedereen gelijk. En mag je je gaven en talenten inzetten. En mag je boven jezelf uitstijgen. En om weer terug te kijken naar de sport, dan wil ik een voorbeeld geven in de schaatssport. En dat denk ik aan Sven Kramer. Sven Kramer was een man die van jongs af aan al het talent had en groot zou worden. Zijn vader was zijn grote voorbeeld. Het zat hem in de genen. En uiteindelijk zien we dat Sven een echte winnaar was. Hij werd omarmd door het publiek. Hij had een goede babbel. En hij werd omarmd en alle media dook bovenop hem. En dan hebben we daar die tegenpol. Dan hebben we die tegenpol Jorrit Bergsma. Jorrit Bergsma, als je die jaren geleden zag, was dat misschien een jongen die totaal niet in beeld was. Waar niemand het van verwachtte. En uiteindelijk zien we dat Jorrit uiteindelijk boven zichzelf uitstijgt. Hij kreeg de juiste mensen om zich heen. Hij kreeg geloof. En uiteindelijk werd hij Olympisch kampioen. Een fantastische prestatie. En zo werd die zwakke, werd in één keer de sterke. En die andere sterke, Sven, ja, die werd op dat moment eventjes weer de zwakke. En zo dicht zit het bij elkaar. Nou, zo vinden we ook voorbeelden in de Bijbel. Dus we denken aan een Jozua. Jozua was een man die was opgeleid door Mozes. Door de woestijn getrokken, heeft van alles meegemaakt, wonderen, tekenen. En hij had een enorm sterk geloof. En Jozua was de sterke in dit verhaal. Hij mocht ook het land Canaan innemen. En hij zette een stap in geloof. Hij wist waar hij over sprak. Hij was een echte winnaar, zou je kunnen zeggen. Een winnaarstype. Dan hebben we daar een andere persoon. Een Gideon. Een persoon die een enorm negatief zelfbeeld had. En zijn stam, zijn voorgeslag waar hij uitkwam, stelde eigenlijk ook niets voor. En toch had God hem op het oog. En God riep hem. En God wilde eigenlijk in zijn zwakheid wilde iets moois laten bloeien. Zodat hij ook een grote godsman mocht worden. En uiteindelijk, als we het gaan lezen in Richteren, het verhaal van Gideon, dan zien we dat hij tot grote daden in staat is. En dat hij uiteindelijk een grote godsman wordt. En zo keerde het tij. En werd Gideon van een slemiel, werd hij een grote godsman, krachtig en sterk. En zo is het ook vaak bij ons. Vaak denk je, ik stel niks voor. Het gaat om die bekende, het gaat om die sterke in mijn team. Maar uiteindelijk heeft God jou op het oog. En wil die jou sterk maken. En wil die jou gebruiken. En ik zou zeggen, strek je daar naar uit. Zodat je tot je doel mag komen in Hem.